Je kan wel alle zekerheden in twijfel trekken, maar zekerheden zijn er niet voor niets. Die vormen het fundament. En aan het fundament mag je niet prutsen. Dat is fundamenteel, vind ik. Lazarus onderzoekt de noodzaak om regels te creëren en om aan die regels te ontsnappen in Rompslomp. Geregeld krijgen we het niet geregeld. Vanaf 15 november in Arsenal Lazarus en op reis tot 26 januari. Samen met Clara. Hallo, welkom. Wij zijn Lazarus. Allemaal welkom op onze voorstelling Rompslomp hier in Arsenaal met Lazarus. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van Lazarus dat Lazarus een stuk speelt dat nog nooit is gespeeld. Een tekst die voor het eerst is geschreven. De titel, ja, dat is in theater een dingetje. Je moet eigenlijk van tevoren altijd al je titel bekendmaken en zeggen waar het stuk over... 2 jaar op voorhand vaak. Waar het stuk over gaat. De titel Rompslomp is er gekomen nadat we onze ideeën op tafel hadden gelegd over de voorstelling die we wilden maken, die linken zou kunnen hebben met bureaucratie, situaties waarbij mensen bezwaard worden. Dus de titel was bekend en de thematiek ook. En ik denk dat we daar redelijk dichtbij zijn gebleven. Maar de inhoud van de voorstelling, ja, daar ga je in het proces het pas over hebben. Dus die is eigenlijk volledig veranderd. Een tijdje geleden, ik denk dat het al een jaar geleden is, hebben we aan Marcel Ostrop gevraagd of hij zin had om voor ons een stuk te schrijven. Wat ik gewend ben normaal is dat ik een heel stuk klaar heb. Dus daar heb ik al een paar maanden aan gewerkt. En op de eerste repetitiedag, dan geef ik zo'n pak papier aan de acteurs. En dan zeg ik, dit is het stuk. Doe ermee wat je wil. En nu ben ik eigenlijk pas begonnen met schrijven op de eerste repetitiedag. Wat we hebben gedaan is, we wisten al wel het onderwerp. En toen hebben we in de zomer 2 weken bij elkaar gezeten met de hele ploeg en de schrijver. En gepraat en gebrainstormd over het onderwerp, films gekeken. Inspiratie uitgewisseld. We hebben aan Marcel gevraagd om eigenlijk mee het proces te volgen en mee als maker mee te denken en te schrijven. Dat we dus niet beginnen met een afgewerkt stuk, maar daar samen over denken. Gaandeweg zijn we natuurlijk afgeweken van het oorspronkelijke idee, van de oorspronkelijke anekdote. Dat was een aanzet, dat was iets dat ons inspireerde. Uiteindelijk zijn we beland in het stuk, is Marcel beland in het stuk in een meer surreële wereld met verwijzingen naar een wereld die we kennen. En zo is dat een wisselwerking geweest tussen nieuw materiaal en wij die daar feedback over geven en zo verder stapsgewijs bouwen. Wat wel bijzonder is aan dit gezelschap, is dat het een collectief is. Dus dat ze ervoor kiezen om heel veel wel zelf te doen. Want je hebt hele grote producties waar ook nog een decorontwerper bij is. En nog meer dingen uit handen worden gegeven. Wat voor mij heel verrassend was, was halfweg. Dat hebben we nog nooit gedaan. Ah, ja. Dat was halfweg het repetitieproces, eigenlijk een week voor de première. Maar dat was verrassend in die zin dat we die avond een aantal scènes hebben gespeeld. Eigenlijk van het begin, de eerste scène gespeeld, tot waar we dachten dat we geraakt waren tijdens ons repetitieproces. Maar eigenlijk hebben we die avond meer gespeeld dan we ooit hadden gerepeteerd. En dat vond ik zelf heel verrassend. Nou, wat ik wel bijzonder vind, en dat maak ik in veel processen mee omtrent theater, is dat er ook echt momenten zijn dat je denkt, oh, komt het goed? En dat moment komt soms heel erg aan het begin van een proces en soms heel erg aan het einde van het proces. En nu zat het redelijk voor het einde dat ik dacht, komt er ooit een voorstelling? Hartstikke vermoeiend. Zie je die wallen? Die zijn er niet voor niets. Maar dan van dag op dag is het ook opgelost. En een ander ding dat ik heel verrassend vond, is dat Joris geen enkele keer te laat is gekomen tijdens de repetities. Maar echt geen enkele. Enfin, geen enkele keer, misschien 1 of 2 keer, misschien of zo. Maar ja, dat samenwerken. Coöperatie. Oké, tot dan. We zien elkaar dan. Ja, en we trekken terug alles wat we hebben tot nu toe gezegd. Ja, wat een rompslomp. Ik wil misschien wel nog iets zeggen over de titel, Rompslomp.
Er is een theaterprogrammator die mij een tijdje geleden aansprak. En die zei van, binnenkort komen jullie hier ook spelen, hè? Ah ja, 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 dat zou kunnen. Ik ken de agenda niet uit mijn hoofd, zei ik. Ja, ja, met Rollmops. Kom zeker kijken.